Ja, hallo allemaal en welkom terug bij Postal 2 Paradise Lost. In de vorige video hebben wij de herbs gekregen. Yay, we hebben het gekregen. We gaan nu C4 vinden om Al-Qaeda te helpen. En dan denk je van Daniel. Hey, jongeman. Waarom? Nou ja, ze willen mij helpen, dus voor wat hoort wat. Dus ik ga ze helpen. Zij zijn hier steak aan het maken. Lekker, lekker. Ik weet niet hoe ze dat kunnen eten met een masker op, maar oh, gezellig, joh. Gezellig. Steak, barbecue. Zitten, gitaartje erbij. Jeez, these doomsday survivalists guys look pretty serious. Dat ziet er maybe best I can swipe some of that C4 without causing too much of a fuss. Misschien gaat het lukken? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ga ik wel een fuss maken, denk ik. Oh, zie je daar een koeienkop? Ik zie daar een koeienkop. Oh, damn! What the? Fucking postal, dude. Motherfucker. Ja, inderdaad, ik had gelijk. Het is me inderdaad niet gelukt. So much for that quiet approach. Oké, dat is niet zo goed, hè. Dat is niet zo goed, nee. Dacht ik wel. Dus ik uit de toekomst, dat is niet zo goed. Niet zo handig. Oh, armor, nice. Gelukkig heb ik al 200 armor. Dat had ik gevonden daar, ergens in mijn dakje. Zit erop altijd armor. Wat fijn, wat leuk, hè. Chic. Niet dat ik er niet wat aan heb, maar dat is wel chic. Het is chic. Dat moet je toegeven. Dat is chic. Oh, no scope. Boom, bitch. Meds. Opa, motherfucker. Tja, dus we moeten nu moeite gaan doen. In plaats van dat we gewoon daarheen lopen en zeggen van... Hey, dude, maak wat C4 hebben, dankjewel, joh. En dan zeggen ze nu, ja, had je maar moeten vragen, hè, ja. Had ik het maar moeten vragen. Maar ik wilde best wel vragen, maar ja. Fuck. Ik uit de toekomst zei van... nope, that's the stuff. Het alarm brandt nog steeds, of dat brandt niet, maar het alarm ging nog steeds, dus het ging voor mij niet meer af, maar ze waren allemaal gealarmeerd, dus ik kon zeggen, niet alsof het zin heeft om hier rustig naar binnen te lopen, volgens mij gaan ze toch allemaal mis, dus ja. Wat? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Ik definitely need more of that. Gaan we even naar boven, want er zal waarschijnlijk wat sniper ammo liggen. Nope, dat ligt helemaal niets. Okidoki. Shit. Auw. Charlie bet mij. De grond beet mij eigenlijk, maar goed, shit, I bet. Je moet je mijl houden. Oeh. That's the stuff. Chic hoor. Chic hoor. Okidoki. Zo ook wat HP, dat kunnen we goed gebruiken dadelijk. Want we hebben nu een volledige HP, dus hebben we er niet zo heel veel aan. Ik weet niet wat de fuck dit moet voorstellen, maar het ziet er niet echt wat je denkt van oh, wow, wow, daar heb ik niet heel veel zin om dat te eten. Persoonlijk heb ik dat, ik weet niet of jij dat hebt, maar ik denk bij mezelf van nou ja, nee bedankt, liever even niet. We gaan dit monster van een geweer eens gaan gebruiken. Het deed niet heel veel damage de vorige keer dat ik het gebruikte, maar hey, maakt het nou heel veel uit? Nee! We hebben heel veel ammo, volgens mij schiet het gewoon eieren af ofzo, dit maakt ook uit, lol. Eigen zijn ook. Zijn eigen zijn ook. Ja, nee. Dat ga ik niet nog een keer gebruiken. Dit is echt geen damage. Vijf hits? Wat? Om iemand dood te maken? Nee, bedankt. Liever niet. Ik krijg je erbij pakken. Dankjewel. Hey. Meth? Hoort er ook bij. Hier op mij gaan schieten terwijl ik meth aan het roken ben. Even ook om mijn gevoelens denken, hè. Eventjes om mijn gevoelens denken. Alleen omdat ik autistisch ben, betekent niet dat ik geen gevoelens heb. Kom op, hè. Oeh, koeienkop. Hallo. Oeh, allemaal. Hallo. Die MP5 is zoveel sterker, moet ik zeggen. Dus die ga ik graag gebruiken. Leuk dat we hier wat ammo voor hebben gevonden. Flashbangs zou ik misschien ook een keer kunnen gebruiken. Zou misschien eens een keer een idee zijn, hè. Ja. Misschien ook wel. Misschien ook niet. Oeh, ik krijg heel veel ammo en alles. Dus ik heb zo'n gevoel dat we dadelijk een lastig gevecht gaan krijgen. Of dat ze dit lastig doen. Dat kan ook. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ik ben onsterfelijk. Behalve niks doodgaan. Ik ben niet meer onsterfelijk. Maar wanneer ik zo lang blijf leven, ben ik onsterfelijk. Yay! Wat heb ik gedaan? Waarom droppen die geen armor met? Eerst droppen ze dus wel allemaal armor. Misschien moet ik ze snipen voor de armor. Dat lijkt me onlogisch, maar wie weet, hè. Misschien. Ja. Ik moet blijkbaar een bepaald aantal damage hebben gedaan om dat ze dan armor droppen. Shit. En de sniper doet wat damage. De sniper doet wel wat damage, hè. Ja.
Hallo? Iemand thuis? Jij bent thuis. Oh, boom, boom. Hoppakee, inschoudertje. Wat de fuck is dit dan weer? Een stukje koe of zo? Een stukje demon? Ik heb echt geen idee. Het zal wel worden. Wat maakt het uit? Lekker. Ik heb zin in een barbecue. Ik vraag me af waarom ik er zin in heb ineens. Dat vraag ik me toch wel even af, hoor. Ik heb geen idee. Nee. Barbecue is wel lekker. Zeker met barbecue saus. Dat heb ik al lang niet meer gehad. Oh, dude, daar heb ik zin in. Oh my god, ik heb zin in barbecue saus. Barbecue saus is zo lekker. Nee, als je goed hebt tenminste. Hoppa. Wat doet dit nog eens? Allemaal geven? Nee. Dat doet dit. Oké. Handig. Dit geeft. That's the stuff. I definitely need more of that. Niet heel veel ammo, maar we hebben geen ammo voor dit. Nou, het zal wel. We hebben tenminste twee wapens, mogen we dadelijk weer gebruiken. Oh shit, ik sta in de fake. Oh, Daniel, please. Okay. Mijn crackpijpje is dadelijk weer uitgewerkt. Nou, het gaat helemaal tekeer. Gaat helemaal los. Mijn arme hartje gaat helemaal los. Oh, ik kan maar één wapen hebben. Nu we twee. Yay. Oké, dat hoort er ook bij, hè? Ja, dat hoort er ook bij, tuurlijk. I definitely need more of that. Ik vraag me af waar die tent is, waar ik, misschien een beetje daar. Shit. Denk ik, yep. Kan niet anders. Even drinkje doen. En ready to rumble! Doei. Hoppakee, hebben we de look weer geflikt. En dan gaan we nu weer terug naar Alkaid en dan gaan we zeggen van hey, ik heb de C4, hallo. Suppose I should head back now. I hope those Al-Qaeda guys can make good on their promise. Tuurlijk wel. Alsof Al-Qaeda ooit zou liegen tegen ons. Kom op. Hè, die hebben zoveel eer. Kom op. Oh, een boom. Wat dan? Oh nee, waarom valt die boom? Oh, damn. Wat gebeurt hier nu? Even serieus, what the fuck? Een deur die uit zichzelf op. Wat de? Een deur die uit zichzelf op. Dit klinkt niet goed. Dit klinkt niet goed, dames en heren. Dit klinkt niet goed. Nee. Holy shit, waarom is dit zo fucking luid? What the fuck is hier aan de hand? Even serieus, what the fuck is hier aan de hand? Waarom is dit zo ongelooflijk luid? Wat raakt mij? Glitcht het spel uit ofzo? Volgens mij klopt hier iets niet. Wat de fuck is hier aan de hand? Ik heb echt geen idee, man. Klik het erop. Kijk. Ja, ik weet het. Ik ben vijandelijk. Lalalala. Nee, hier was eerst waar de kerstboom was. Ja, ik weet het weer. Hier was eerst waar de kerstbomen waren. Iets schiet op, maar iets is onzichtbaar. En het staat nergens op. Het raakt me niet eens ofzo. Ik heb echt geen idee. Het zal wel. Lol. Suppose I should head back now. I hope those Al-Qaeda guys can make good on their promise. Ik zie hier een ladder. Oké, blijkbaar deed het geen damage. Mooi. Wat fijn. And I've become public enemy number one in the eyes of yet another community. Inderdaad, zoals gewoonlijk. My charming personality at work. Ik heb wel wat charme, vind ik zelf. Al 4 mensen. Nou, eigenlijk al 24.000 miljoen mensen. Hey, we hebben het gehaald. Yay! De dude heeft het gedaan! Woehoe! Ik weet het. Gee, that's mighty kind of you. Are you sure you're not still bitter over those, shall I say, past incidents? It is water under the bridge now. Al-Qaeda has turned over a new leaf and shall always support our fellow man regardless of our differences. Hand me those bomb pieces you acquired and I shall assemble the IED you need. Yay. Thanks. Wat aardig, man. Ik vertrouw het toch niet helemaal, moet ik zeggen. Maar dat zien we dan wel. Wat de hel is die aan het doen? There, it is ready. Remember, give me needs. You must use this explosive device to destroy the seal at the hellhole. If you find your lost dog. Farewell, friend. And may you have good fortune in rescuing your royal companion. Hey, thanks. You know, I suppose I misjudged you Al-Qaeda boys. Precies. You guys aren't so bad after all. Precies. Yes, I'll be on my way now. Doei. Sorry about that whole 72 virgins thing not working out for you. Hmm.
We were promised 72 virgins for the destruction of infidels, weren't we? Uh-oh. Yes, it is not too late to make good on that promise, is it? Uh-oh. Shit. Dude, please! Okay, ze hebben tenminste de bom gegeven. Dat is een belangrijke. Daar ben ik op zich gewoon blij om. Het enige nadeel is, ja, weet je, ze zijn weer een beetje boos. Ze zijn niet zo blij mee. Maar, we gaan terug waar eerst mijn trailer stond. So I finally got directions to find Champ, a syringe full of a dubious chemical to cure him, and an improvised explosive device to blow the seal. Dat is precies wat ik wilde zeggen. I should be getting out of here with Champ in no time. Woohoo! Woohoo! Yay! Toppie! Oké, oh damn. Hij geeft me niks en opeens hebben we kilo's explosieven. Maar goed, het is mooi. En bada bim, bada boom. Dus, ik neem aan dat we dan naar binnen moeten gaan. Dat lijkt me vrij logisch. Hoe ik dan naar binnen ga, weet ik niet, want ik neem aan dat er een ladder in zit. Dus ik moet daar waarschijnlijk naar beneden springen en dan ben ik waarschijnlijk een beetje dood. Maar dat zien we dan wel. Shit, looks like someone's beat me to the punch. But who else would want to head this way? Ben ik weer zelf. Maar dan uit de toekomst. Verdorie. Well, ik heb de cure. IED now. Never know when one might come in handy. Okidoki, op naar beneden. Het is vrijdag. En het spel crasht. Toppie! Nou, dan gaan we zo dadelijk. En daar zijn we weer. Welkom terug bij Postal 2. Zoals ik al net zei, we zijn weer terug. Hey! We zijn nu in de hel. In hel. In het helletje. Ik heb een chainsaw. What? Ik heb een chainsaw. Waar is mijn chainsaw? Chainsaw, motherfucker! Daar gaan we dan. Ik kan niet wachten om dit te gaan gebruiken. Of een zombie of wat dan ook. Tenminste, ik neem aan dat er zombies in de hel zijn. Lijkt mij vrij logisch. Of dat zo is, nou, daar moeten we maar eventjes. Dan moeten we maar even gaan bezien, neem ik aan. Maar het zou wel leuk zijn, toch? We zijn in de hel. Komen we dadelijk ons hondje tegen. Jeetje. Valt hij op ons hoofd? Nee, dat valt niet op ons hoofd. Wat fijn. Wat leuk. Wat aardig van ze. Lava, leuk. Dat is een dood mensje. Wat gezellig, hey. Gezellig plekje, man. Jij? Ik zie daar een kijk. Ja, inderdaad, zombies. Wat toevallig. Zombies in de hel? Wat? Holy shit. Een val? Daar ben ik eigenlijk wel heen. Maar eerst gaan we eens kijken wat hier op het leukste is. Donuts. Een donutspoor. Ik vond het vrij logisch, eerlijk gezegd. Zombies in de hel te zien. Maar we kunnen hier gewoon omheen, lol. Simpel. Dat maakt het wel wat makkelijker, moet ik zeggen. Hé, hey, schaartjes, leuk. Kunnen we niet oppakken, ook. Dus we kunnen daarin gaan, we kunnen ook hierin gaan. Waarom ik niet daarin wil gaan? Nou ja, daar zit een bord. Handje. Een handje. Zoveel verschillende plekken waar we heen kunnen gaan. Gezellig, man. Gezellig de hel hier. Ik zie wat jij niet ziet. En het ziet eruit als een zij. Hij is na 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 na. Darth Mold. Hey, toppie man. Toppie floppy. Oh, iets ontplofte daar. Nou, ontplofte maar aan. Hoppakee. Bats. Oh, oh gorm. Oh. Oh shit, waarom gooi ik hem nou weg? Dat weet ik niet. Dat wil ik niet doen. Dat wil ik niet doen. Kom op. Hoppa. Hoppa. En hop. Oh, dat is niet goed. Dat is niet zo goed, hè. Dat betekent... Ah, shit. Ik dacht dat... Oké, ik kan wel... Volgens mij kan ik niet teruggaan. Was ik nou Hitler? Was dat nou Hitler? Ik denk dat het... Ik zeg gewoon dat het Hitler was. Oké. Dit is de hel. Kom op. Wat zou die anders moeten zijn? In de hemel. Duh. Dat is alleen maar eten, fuck het eten. Oké. Okay. Ben je toch wel benieuwd wat er achter die deur te vinden was, hoor. Handje, yay! Handjes, yay! Oh shit, dat was mis.
Oh, niet zo snel, joh. Niet zo snel, joh. Hoppa. Double kill. En we mogen die wel even laten kruipen, hoor. The horror. Oh, no. Hey, Donut. Lekker. Hoppakee. Ik zal me even niet in de lava gaan springen. Lijkt me niet zo'n heel goed idee. Ik bedoel niet wat. Ik weet nog niet waarom. Daar heb ik al volgens mij de wapen. Oké. Oeh, dat is vuur. Hop. Oké. Nou, wat een gezellige plek, man. Wat een leuke plek is dat hier. Top. Oh. We moeten daar eventjes een beetje uitkijken. We moeten daar eventjes... moet hier eventjes een beetje gaan uitkijken. Waarom hier een beetje moeten gaan uitkijken? Nou... liever niet dat die dingen op mijn hoofd gaan vallen, namelijk. En ik heb soms niet zo heel veel geduld. Kom, val naar beneden. Oké, dus wanneer deze naar beneden valt, ga ik meteen door. Wacht er nog eventjes. Boom, oké. Wat mooi, wat leuk, wat fijn. Hey, toppie. Oh, er zit een gaatje hierin, dat is niet zo fijn. Dat is niet zo fijn, daar wil ik niet doorheen gaan. Nee, niet zo heel veel zin in. Oké, en op ze flat. Oh! Okay. Even uitkijken, jij. Ja, ja. Kom op, ik loop hier. Hey! Yay! Yay! Oh shit. Wat gebeurt hier? Wat er? Dat gaat dadelijk op mijn hoofd vallen. Ik heb zo'n gevoel dat het dadelijk op mijn hoofd gaat vallen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Liever niet. Of we kijken gewoon uit waar we lopen, kan ook. Oeh, schedeltjes. Ik weet niet waarom we schedeltjes in lava zetten. Beetje vreemd. Oh, okay. Beetje vreemd vind ik dat. Dat we schedels in lava drijven. Persoonlijk vind ik... Wat moet hier doen? Moet hierin gaan, neem ik aan. Hapse flatse kiedelt. Hey. Is dit serieus? Ik wou zeggen, misschien was dat die deur waar ik... Of was dat wel die deur? Is dit wel die deur waar ik toen net vandaan kwam? Volgens mij is dat die deur waar ik daarnet langs was gelopen. Ik denk het wel. Ik ben even benieuwd naar, hoor. Ja. Dat was dezelfde. Gelukkig hebben we het opgeslagen. Hey! Woehoe! Yay! Ben ik even blij. En dan weten we gelijk ook wat daar te vinden was. Nou, mooi. Daar moet ik dus niet heen gaan. Okidoki. Wat er achter die deur was, nou, dan weten we dat nu ook. Dit. Waar ben je moeten gaan? Hoppa, hoppa. Hey, waar bleef je nog, mallet? Hey. Zo. Yay! Yay! Is dat een koe? Dat is een koe. Dat is gewoon een koe, dames en heren. Dat kan dadelijk naar beneden vallen. Dat zal waarschijnlijk ook wel naar beneden vallen, neem ik aan. Dus daar moeten we mee uitkijken. Dat kan niet door mijn hoofd vallen. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes de wapens erbij pakken. Dat kan niet door mijn hoofd vallen. En ik dacht dat hier wel wat te doen zou zijn, moet ik zeggen. Huh. Holy shit! What the fuck is dat? Oh, wat? Doe het maar. Even anders aanpakken. We gaan het even anders aanpakken, hoor. Zo, kijk eens aan. Perfect. Ik neem aan dat... dat die koe dadelijk eruit komt en dan achter mij aan gaat rennen. Maar dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel, hè. Kan hier nog iets op mijn hoofd vallen? Er kan blijkbaar niets meer op mijn hoofd vallen hier. Dat is fijn. Dat vind ik nou echt fijn, hè. Dat vind ik nou eventjes echt fijn. Oeh, nice, happy. That stuff really works. Leuk, en dan dat gegil op de achtergrond. Heerlijk, man. Hey, hallo. Hebben we nog een wapen dat ik nog niet heb gehad tot nu toe? Oké, dat hebben we allemaal gehad. Ik denk dat ik elk wapen heb gehad tot nu toe persoonlijk. Tenminste, dat ik hier kopen. Dit
Dankjewel. Even safe doen, hè. Hoort erbij. Als we net iets leuks hebben gekocht, moeten we even safe doen. Hier moeten we uitkijken dat er niks op mijn hoofd valt. Daar valt eigenlijk op. Nee, er valt niks. Okay. Hoppa. Kom bij nu eindelijk. Champy tegen. Champy Wampy. Ik voel dat we eerst naar beneden moeten gaan. Hop. Voordat we Champ tegenkomen. Ik ben benieuwd hoe groot dat die gaat zijn. Ben ik heel... Oh my Jesus! Jesus! Holy shit, Champ! Champ, sorry hoor. Dan moet je even de fix. Oh my Jesus. Oké. Ik denk van, oh, ik steek hem even in de fik. Dat lukte niet. Dat lukte niet helemaal, nee. Hoeveel damage? Niet heel veel. Oké. Ik weet hoe we het gaan aanpakken. We gaan eventjes iets anders aanpakken. Eventjes champion. Hey, je bent een hele lieve hond soms hoor, maar soms wil je mee ook in de fik zetten. En dan ben ik niet zo heel erg. What the fuck? Word jij nou wat over? Soms ben je niet heel aardig als je mij wilt opeten. Kom op bij. Ik heb je gevoed. Hup. Petje erbij. Oh, kijk eens aan. Oké, shit. Oh shit. Nee. Maar... Ja, even kijken waar hij nou te vinden was. Waar was hij nou te vinden? De... Sorry. Nul. Nou, ik heb het gedaan. Holy shit. Oh. Champ, please. Champ, please. Oké, schiet. Ik heb geen allemaal met shit. Hop, enter. Oké. Dood, champ. Dood, licht. Spil dood, champ. Spil dood. En... Hoppa. Hij is al kleiner. Dat scheelt. Ik ga nog een tijdje door blijven. Oh shit. Hop. Gelukkig wel. Stop it, champ. Champ, stop. Stoute hond. Champ, erg stoute hond. Oké, in een van de reden heb ik heel veel lag ineens. Interessant. Champ, stoute hond. Champ, stop. Champ, nee. Af. Kijk, hè? Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem even alles aanpakken. Ga je toch een dodo pakken? Het gaat veel sneller. Het gaat veel sneller met shotgun. Oké, pakken we dit er weer bij. Kijk, is die weer bijna? Is hij? Nog één keer. Hij is wel goed. Yay! Champy! Oh, what the fuck? Waar kan je nou? Take possession of my beloved canine champ. I appreciate your help, but your services will no longer be needed. Wacht eens even. Dat dacht ik mooi even niet, motherfucker. Hey, waar kijk ik naar? De ultieme disrespect. Ik kijk hem niet eens dus aan, meneer. Het is mijn dog. Je moet je Milo. It's the bitch. You know her? Know her? She's married to the head. What? What do you think you're doing here? I don't remember giving you custody of the dog. Actually, dear, I don't think we ever got that divorce. That's right. In that case, until death do us part. Oké, nog een keer gevecht. Dickie Dick. Holy moly, Dickie Dick, please. Dickie Dick, please. What the fuck? Get over here, you ass. Dickie Dick, please, Dave. Stop it, Dickie Dick. Stop the way, Dickie Dick. I'll crush your skinny ass.
Oh my Jesus. You can't run from me. Krak 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 krak. Please. Dat is alles wat ik wil hebben. Cut your skinny ass. Stop ermee, bitch. Sukkel. Wat een sukkel is dit, hè? Je gaat gewoon tegen een pilaar aan. Wat een idioot. Ach, wel alweer? Oké. Shit. Oh my Jesus. Uh-oh. Whoa. Dat dacht ik toch wel fucking even niet, hè? You can't run from me. I'll crush your skinny ass. You can't run from me. Toch even mooi even niet, hè? Holy shit, man, doe normaal. Wat een eindbaas, hè? Holy shit. You can't run from me. Dude, nee, please. Mercy, please. Oké. Hebben we niet nog een sterke wapen? Waarom kan ik... I'm going to fix you. Oeps, oké. Dat wijst het blijkbaar niet. Ik heb echt serieus geen bitter wapen meer. Dit zal toch redelijk goed te werken, alsjeblieft. Bitch, please. Hoppakee, kijk eens aan. Kijk, ze waarschijnlijk weer melk, gaat ze nog groter zijn. Dat zou ik niet zo fijn vinden, in deze. Shit. Oké. Oh my god. Oh my Jesus. Stop it, please. Blijkbaar kan ik dat doodmaken. Oh my god, fijn. Heel tegenaan te rennen ofzo? Heeft heel veel damage. Wat zou ik doen? Nee, ik vind het goed hoor. Holy moly! Hoppakee. Dik, dus je bent. Oh shit. Ik heb pijnlijk geen HP meer, please. I'll break you in half. You can't run from me. Get over here, you ass. Oh shit. Thank you. And alsjeblieft val naar beneden. Niemand mag, bitch. Oh, ze loopt gewoon. Oké, ze loopt er gewoon zelf af. Dat kan ook. Tuurlijk. Waarom moet die dan? Yay! Well, I was just using you for the sweet woman! Screw you, bitch! I'm out of here! Doei doei! Ze hebben het ook weer gedaan, hè? Well, yay! I guess that's the end of that chapter. Whoa! What the what? Holy shit! What the hell? Okay. Damn. What the what? So that was really something. Well, good luck in your attempt to rescue your dog. I thought he was your dog. Are you crazy enough to follow the bitch into that? Just for a dog? Yes. Watch me. Hoppa, daar gaan we dan, bitches. Hopelijk krijg ik wat armor erbij. Oké, het spel crashed. Alweer. Ik zeg dan, ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Ik wens jullie een fijne dag. Hoop je terug te zien in de volgende aflevering van Postal 2. Ik neem aan dat dat de laatste aflevering gaat worden. Want ja, we hebben champ gevonden. We moeten hem alleen nog even redden. Tot de volgende keer. Later.